begin is er en ik heb een goede hoop op. Dat komt wel goed. Inwoners van Sloodorp hebben de voormalige dorpsschool gekocht van de gemeente. Samen met de biljartvereniging Wieringermeer 85. Met de aankoop is het dorpshuis van Sloodorp gered van de ondergang. Als wij dat niet overnamen, dan werd het afgebroken en dan hadden we geen locatie meer. En dan was het afgelopen met de activiteiten voor ouderen. En nu we een partner gevonden hebben om dit lokaal te vullen, is het mogelijk om het voor ons eigen voor te zetten. En dan blijft er toch wat op Sloodorp, want anders verdwijnt alles. De oude school is al jaren in bruikleen door de dorpsvereniging. Het is inmiddels een onmisbare plek voor de inwoners. Hier is de zaal waar we onze spelletjes en koersbal doen. Hier wordt regelmatig gebiljart op maandag, woensdagmiddag, dinsdagavond, woensdagavond. En dit is onze bibliotheek. Voor en door het dorp, hè? Voor het dorp, door het dorp. Ja, echt. U heeft wel luidruchtige buren. Ja, ja, ja. Daar zal we wel wat last van ondervinden. Ja, heerlijk. Ja, echt. Ja, want we hadden net geen clubhuis meer. We hebben overal geprobeerd in Middenmeer en er was niks meer. En nu kwam dit op de baan. Dus het is heel gunstig, heel gelukkig voor ons. Oh ja, we gaan ook sparen voor de toekomst, voor de onderhoud. Dat het blijft bestaan voor langer, meerdere jaren. Ja, komende 25 jaar? Nou, makkelijk. Dat moet kunnen. Dan zal er misschien een nieuw bestuur wezen, maar dan is het dorpshuis er nog wel.